De diagnose bulimia. Wat heb ik die gehaat? Als ik mensen vertel dat ik ben opgenomen geweest voor bulimia, een klinische opname. Ja, ik ben klinisch opgenomen geweest voor bulimia. Dan reageerden ze vaak heel verbaasd. Dat was ook mijn eerste reactie toen mijn behandelaar me vroeg of ik een opname wilde. Ik dacht, hè, hoezo een opname? Dat is toch alleen als je anorexia hebt en super erg ondergewicht hebt. En ik snapte er helemaal niks van. Ik had een gezond gewicht. Ik at op sommige momenten gewoon nog. Ik had een heel raar eetpatroon, maar ik at nog. Dus dan hoef je toch niet naar een kliniek. Want dat is om opnieuw te leren eten. En ook als ik er nu nog over vertel, dan zijn mensen verbaasd. Omdat ze precies datzelfde beeld hebben als wat ik ook had toen ik hoorde dat het een optie was om in opname te gaan voor bulimia. Nou zijn er heel veel behandelvormen voor bulimia en het is heel afhankelijk per persoon voor wie wat werkt en voor welke fase van de ziekte je zit of hoe lang je het al hebt. Dus het is niet dat een opname de enige beste vorm van behandeling is voor een eetstoornis als bulimia. Maar wat ik in deze video graag aan bod wil laten komen is dat het wel een mogelijkheid is en waarom het een mogelijkheid is. Een opname kan zijn voor mensen met anorexia, met eetstoornis NAO, met bulimia, met BED. Het gaat er vooral om wat jij op dat moment nodig hebt en wat voor jou qua behandeling de grootste kans van succes heeft. Een van de belangrijkste redenen voor mij om in opname te gaan was het doorbreken van het patroon wat ik had. Mijn eetpatroon was, nou ja, bestond niet, zeg maar. En het was voornamelijk eetbuien en compenseren. En ik kwam daar niet uit. In een kliniek leer je een vast eetpatroon aanhouden. Je moet een vast eetpatroon aanhouden. Dat vaste eetpatroon, zoals heel vaak al gezegd wordt als je blogs van ons hebt gelezen, kan heel erg helpen om het patroon van eetbuien te doorbreken. Maar om dat in je dagelijks leven zelf toe te passen, kan heel veel moeite kosten. En het kan dus heel helpend zijn om daar een kortere of langere periode een soort van toe gedwongen te worden door dus opgenomen te worden. Om zowel het patroon als van eetbuien te doorbreken als ook je lichaam fysiek weer te laten wennen aan het hebben van een vast eetpatroon en daardoor dus de behoefte aan eetbuien die je zo een soort van ook fysiek hebt geïntegreerd in je lichaam die behoefte ook te doorbreken en opnieuw te leren dat er ook iets anders bestaat dan dat. Een andere reden om in opname te gaan voor bulimia is als er thuis te veel triggers zijn. Voor mij was dat bijvoorbeeld zo. Ik had mijn eetbuien vooral 's nachts. Ik kwam daar niet uit. Mijn ouders die waren niet in staat om mij op dat moment de hulp en ondersteuning te bieden die ik daar nodig had. Ik liet dat ook niet toe overigens. En de eetbuien waren dusdanig heftig en vaak aanwezig dat het vrij noodzakelijk was om snel ermee te stoppen. Het nadeel aan een opname is dat je volledig uit je eigen omgeving wordt gehaald. In mijn geval was dat meer een voordeel dan een nadeel, maar eigenlijk is dat heel vaak een nadeel. Het is heel belangrijk om in herstel je eigen leven gaande te houden, om je vrienden te blijven zien, om naar school te blijven gaan als dat kan, om je hond uit te kunnen laten, om in je eigen fijne veilige kamer te zijn. Dat zijn allemaal dingen die een positieve invloed kunnen hebben op jouw herstelproces. Daarin speelt de periode waarin je opgenomen wordt, mits het niet kritisch is, een hele grote rol. Kun jij jouw omgeving, jouw leven er op dat moment een soort van op instellen dat het er niet te veel onder lijdt dat jij er een tijdje uit bent. In mijn geval was dat bijvoorbeeld dat ik precies voor de zomervakantie opgenomen kon worden. Ik heb daar nooit direct over gesproken met mijn behandelaar, maar ik denk dat dat wel meespeelde in het feit dat ze mij die opname hebben geboden. Omdat het doorlaten gaan van je dagelijks leven heel positief
is. Omdat ook de stap terug, als je vanuit de kliniek weer terug naar huis gaat, ontzettend groot kan zijn. En eigenlijk wil je die zo klein mogelijk maken. In mijn geval was het dus eigenlijk ideaal dat ik zomervakantie had. Dat betekent natuurlijk niet dat als je geen zomervakantie hebt, je niet in opname kunt gaan. Maar het is wel heel goed om af te wegen of je op dat moment de voordelen die een opname biedt, ook opwegen tegen de voordelen van het blijven functioneren in je dagelijks leven. Het om jezelf omgeven met vrienden en met de dingen waar je blij van wordt die al bestaan. Wanneer je in opname gaat, kan het heel moeilijk zijn om in contact te blijven met je dagelijks leven, met je wereld buiten de kliniek. Enerzijds omdat het zo'n andere wereld is, anderzijds omdat er ontzettend veel triggers zijn in die wereld waar ik het eerder al over had. Voor mij was het een voordeel van de opname dat ik daar langzaam mee kon oefenen. Een hele grote trigger van mij was bijvoorbeeld de supermarkt. Ik heb daarvoor dus exposure therapie gevolgd en ik kon vanuit de opname eerst oefenen met een therapeut naar de supermarkt gaan. Een supermarkt in de buurt van de opname gaan. En vervolgens naar de supermarkt waar ik altijd mijn eetbuivoedsel kocht. Wat voor mij eigenlijk de grootste trigger was. In die zin kan een opname, ja, zowel voor bulimia als voor andere eetstoornissen een uitkomst bieden. Dat is in eerste instantie geen reden om in opname te gaan. Maar als je er eenmaal bent, is het wel iets heel moois waar je gebruik van kunt maken. Iets wat een bijkomend voordeel is of kan zijn van een opname is de steun van lotgenoten. Ik zat opgenomen met allemaal verschillende mensen, verschillende eetstoornissen. Maar ik heb heel veel steun gehad aan het delen van mijn ervaringen met hen. En daarin maakt het dus niet uit wat voor een eetstoornis je had. Dus dat beeld van meisjes met anorexia, dat die de enige zijn die opgenomen worden in een kliniek, dat klopte helemaal niet. En dat gaf mij eigenlijk heel veel steun toen ik daar binnenkwam, toen ik daar aankwam, maar ook gedurende de periode. Omdat het eigenlijk veel minder ging over wat voor een eetstoornis je had en hoe zich dat uitte, maar veel meer wat daaronder lag, wat eigenlijk voor iedereen hetzelfde was. Of misschien niet hetzelfde, maar wel heel vergelijkbaar. De pijn, de onzekerheid, de angst voor het leven. Daar ging het om en daar konden we elkaar in vinden. Ja, je moet niet vergeten dat een opname in een kliniek heel ingrijpend kan zijn. Je wordt weggetrokken uit je omgeving. Je bent 24/7 bezig met je eetstoornis, met je herstelproces. Dus dat is een ingrijpende beslissing om te maken als je dat gaat doen. Dus het is heel goed om daar wel serieus over na te denken. Is dit wat mij op dit moment het meest gaat helpen? En soms heb je die keuze niet omdat je fysiek wel moet. Maar als je die keuze hebt, dan zou ik daar wel heel goed over nadenken. Wil ik hier nog meer over zeggen? Oh ja, dat doorbreken van het eetpatroon, dat of het niet bestaande eetpatroon, dat is dus een heel groot onderdeel van een opname. Wat daarbij komt kijken is het doorbreken van de eetbuien. Daarbij komt kijken is spanning. Want ik weet niet of je dat herkent, maar voor mij waren de eetbuien mijn manier om met spanning om te gaan. Mijn manier om met emotie om te gaan. Uiting van alles wat in mij zat waar ik totaal geen idee van had hoe ik daar mee moest dealen. Mag je dat opeens niet meer hebben zoals dat gaat in een kliniek? Wow, dat is heftig. Dan komt er opeens heel veel spanning die zich opbouwt en opbouwt en opbouwt. En waar je wat mee moet. Dat was iets waar ik niet rekening mee had gehouden van tevoren. En wat ik ook heel erg lastig vond. In eerste instantie uitzicht dat ook op een vervelende en niet constructieve manier waarin ik mezelf pijn ging doen. Dat was puur omdat ik zo lang de eetbuien had die mij hielpen om te gaan met spanning. En die van de een op de andere dag niet meer mocht hebben. Ik wist ook niet hoe ik er dan wel mee om moest gaan. En ook al ging dat in het begin even verkeerd. Dat is wel iets wat ik in de kliniek geleerd heb. Is om... ik moest zoeken naar een andere manier om met die spanning om te gaan. De reden waarom die eetbuien er waren, daar moest ik mee gaan dealen. Ik kon daar niet meer omheen. Ja,
een opname is dus niet niks. Voor met welke eetstoornis of welke psychische ziekte dan ook. Maar het kan heel helpend zijn. Mits het past in jouw leven op dat moment. Mits het past bij het punt waar jij op dat moment bent in jouw herstelproces. En er zijn veel dingen om goed over na te denken als het een bewuste keuze is die je gaat maken. Om te overleggen met je behandelaren. Dus doe dat ook. Laat je niet weerhouden door het beeld, het beperkte beeld wat er is van opname voor eetstoornissen. Want het kan voor alle eetstoornissen een goede mogelijkheid zijn om flinke stappen te zetten in jouw herstel. Dus als jij voelt dat dat past bij jouw herstel op dat moment, ga er dan ook gewoon voor en maak het bespreekbaar en geef jouw eigen herstel vorm, want dat mag en dat kan. Dus doe dat ook.